Hallo allemaal, Dennis van Dennis Klaas Fotografie hier. Deze video gaat over waarom ik een logo plaats op mijn foto's. Nu, een van de meest voorkomende redenen die gegeven wordt voor het plaatsen van een logo op een foto, is zodat de foto niet gestolen kan worden. Nu, een tegenargument dat we dan heel vaak horen is dat, ja, kijk, dat logo kan er toch heel snel afgeknipt worden. En dat klopt natuurlijk ook. Zo'n 90% van de logo's kun je heel snel eraf halen. Nu zijn er inderdaad fotografen die er iets creatiever mee omgaan en het logo echt in de foto verwerken, wat het redelijk moeilijk maakt om het logo te verwijderen. Maar het is altijd ergens een vermangeling van uw foto. Maar oké, laten we teruggaan naar de basics. Waarom zou je een logo plaatsen op een foto? Nu, iets waar niet veel over gepraat wordt, omdat het eigenlijk een deel ego is ownership van de foto. Veel fotografen plaatsen hun logo op de foto om te laten zien van kijk, dit is mijn foto, dit heb ik gemaakt. En dat is ergens een sentimentele motivatie, maar dat heeft ook een praktisch voordeel. Ik ga een verhaal vertellen wat mij overkomen is al jaren geleden en dit is de reden waarom ik gestart ben met het plaatsen van een logo op een foto. In 2014 kwam er een koppel voor mij poseren die aan bondage en lichte BDSM deden. Nu, ik ga de namen niet vermelden, ze zijn ook niet belangrijk voor het verhaal ook. Nu, de mannelijke helft van het koppel was heel erg ervaren in bondage of shibari. Ik hoop dat ik de juiste termen gebruik en dat ik ze juist uitspreek. Hij maakte echt fantastische kunstwerken met gewoon wat touw en in dit geval wat bamboestokken en een kaars. Nu, de kaars was zo gebonden dat tijdens de hele sessie dat er kaarsvet op haar lichaam aan het druppen was. Nu, dat komt natuurlijk een zekere mate aan pijn aan te pas. En nochtans, de mannelijke helft stond gewoon aan de zijlijn een beetje te supporteren, of moet ik het zeggen, van kom aan, je kunt dat wel en allee, kom, doe niet moeilijk. En ik had zoiets van, dit is een situatie die mij niet heel erg bekend is. En ik was dan ook heel erg verbaasd dat zodra dat het model zei, stop, ik heb er genoeg van, dat het niet meer ging. Die man die stormde naar daar, die houdt zijn hand gewoon onder die kaars, maakt haar zo snel mogelijk vast. De kaars is ondertussen aan het druppen op zijn hand, wat meer pijn doet volgens mij, omdat het dichter bij de kaars was. En zodra dat zij helemaal losgemaakt was, was er echt een heel erg intiem moment tussen hen. En toen heb ik deze foto genomen. Het is heel spontaan genomen, het is niet geposeerd en ik vond het zo een sterke, emotionele foto en ik ben heel tevreden dat ik die heb mogen nemen. Nu, 2 jaar later komt dat koppel terug voor mij poseren en ze vertellen mij, kijk, die foto die je daar genomen hebt, die is viraal gegaan op Tumblr. Nu, zelf ben ik niet zo heel erg actief op Tumblr, buiten dat ik elke dag post, maar dat is automatisch. En ik had er geen idee van. De foto was duizenden keren gedeeld geweest. Het was zo ver gekomen dat 2 jaar geleden of 3 jaar geleden, zodra dat je op Google BDSM aftercare ingaf en images zocht, dan was mijn foto een van de eerste die verscheen. Het jammer is natuurlijk dat als zo'n foto gedeeld wordt, dat daar natuurlijk geen bronvermelding bij staat. Nu, wilden de mensen deze foto stelen? Helemaal niet. Ze wilden gewoon die foto delen omdat het iets was dat hun inspireerde en dat ze graag wilden delen met andere mensen. Had op dat moment mijn logo erbij gestaan, dan hadden mensen geweten wie dat de fotograaf was. Nu, ik ga niet zeggen dat dit mijn groot moment had kunnen zijn en dat mensen massaal naar mijn website zouden gaan. Maar het is gewoon een verloren opportuniteit voor mij. Dus de foto is door zoveel mensen bekeken geweest en niemand weet wie hem gemaakt heeft. En de les die ik hieruit getrokken heb en die ik ook aan jullie wil meegeven, is dat de foto's niet altijd gestolen hoeven te worden. De foto's kunnen ook gewoon gedeeld kunnen worden door iemand die heel erg enthousiast is over uw werk en misschien niet helemaal mee is met de wetten van auteursrecht. En dat is zo, voor sommige mensen een opportuniteit om hun werk nog meer naar buiten te kunnen brengen. Nu, wat het logo zelf betreft. Ik vind het heel belangrijk dat het logo niet afleidt van de foto. Het is niet de bedoeling dat je naar een foto kijkt en dat je onmiddellijk dat logo ziet. De bedoeling voor mij, en ik maak het redelijk klein, mijn logo, de bedoeling is om de foto te kunnen zien, zeggen van, amai, dat is een schone foto, wie zou de fotograaf zijn, en gaan zoeken naar het logo en dat je het dan vindt. Nu, dat is mijn reden om een logo op een foto te plaatsen. Nu, ik ben heel erg benieuwd naar uw mening. Waarom plaats je wel een logo? Waarom plaats je geen logo? Laat het mij weten in de comments.